onderwerp stroomversnelling. En wat mij betreft stroomversnelling, hoe doe ik daaraan mee? Vanmiddag het onderwerp. Jullie, ik weet niet, wie is er bij het hoofdpodium geweest waar Jan Willem zijn verhaal over de stroomversnelling heeft verteld? Moet even uitkijken dat het niet al te veel dubbel gaat. Maar even in vogelvlucht, wat is nou stroomversnelling? Dat is een vereniging van 4 bouwers en 6 corporaties die de handen ineen hebben geslagen om de huurder in staat te stellen voor de netto contant gemaakte waarde van zijn energierekening een totaalrenovatie te laten plaatsvinden die hem een nieuwe, comfortabele woning biedt waar geen energierekening meer voor betaald hoeft te worden. De energierekening moet toereikend zijn om de totale vernieuwbouw te kunnen betalen door de corporatie. En we zijn een wettelijk kader aan het fixen zodat de corporaties de netto contant gemaakte energierekening van hun huurders mogen gaan innen. Dus dat huurders in plaats van aan de energiebedrijven te betalen hun maandelijkse energielast in het vervolg betalen aan de woningbouwcorporaties die daarvoor een hele nieuwe woning krijgt die weer een hele lange periode mee kan. De woonconsument, dus de huurder, die heeft daarmee een stabiele energielast, is dus niet meer onderhevig aan de energieinflatie die nogal hoog is opgelopen. En hij kan genieten van een buitengewoon comfortabele woning. We zullen straks een paar plaatjes laten zien van zo'n soort woning. En nu is het zo dat een verbintenis is van 4 bouwers en 6 corporaties. Maar ik moest vorige week ergens een lezing geven en toen zei de dagvoorzitter tegen mij, en nu het woord aan Leen van Dijken, van het kernteam stroomversnelling. En stroomversnelling krijgt in Nederland haast mythische vormen. Dus hij had in de gaten dat de stroomversnelling heel veel besproken is, dat iedereen daarvan kennis heeft genomen en dat iedereen het fantastisch vindt. En daar heeft hij wel gelijk aan. Er zijn nog 2 overgeblevenen die het niet fantastisch vinden, maar voor de rest vindt iedereen het fantastisch en het is ook fantastisch. Want we maken van een energierekening van 13 miljard per jaar, wat de huishoudens verstoken, maken we bouwvolume waarmee we de woonconsument een uiterst comfortabele woning bieden. Dus het is goed voor de bewoners, het is goed voor de corporaties en het is goed voor de bouwers. En de samenleving die krijgt als cadeautje een CO2-reductie die zijn weerga niet kent. Dus met andere woorden, wie zou er hier niet blij van worden? Nu is dat geen feestje van 4 bouwers en 6 corporaties. Dat is iets waar we de hele sector bij nodig hebben. Want om dit mogelijk te kunnen maken, moet de sector in hoog tempo industrialiseren. Als we zo'n totaalrenovatie voor dat netto contant gemaakte energierekening mogelijk willen maken, kunnen we niet meer op de traditionele wijze verder. Moeten we op een grote schaal gaan industrialiseren. En dat betekent dat we heel veel sneller moeten kunnen produceren. Zo'n totaalrenovatie met de bewoners in de woning, die mag hooguit een dag of 5 duren. Dus daar moet in een hoog tempo iets gefixt worden voor een veel lagere prijs dan traditioneel ooit denkbaar was. En het moet heel veel beter presteren. Want u begrijpt wel, als we die bewoner 0 op de meter beloven, moeten we dat ook garanderen. Dus dat betekent dat de bouwer hier een prestatiegarantie moet geven die stand houdt voor de verlengde levensduur van de woning. Dus dat betekent niet hopen dat het blijft zitten tot ik om de hoek van de straat vertrokken ben. Maar dat betekent voor de verlengde levensduur verantwoordelijkheid dragen voor de exploitatie van die woning. Zodat je kunt garanderen dat die ook daadwerkelijk de beloofde energieprestatie levert. Hoe kun je meedoen? Nou, we kijken in de kolom van, laten we zeggen, de marktpartijen. Daar zien we dat er heel veel bedrijven zich aan het warmlopen zijn om in de komende jaren hetzelfde te gaan doen. We zien dat de toeleverende industrie een beetje opschrikt, om maar eens zo te zeggen. Die denken, wacht even, hier kunnen we niet meer toe met de dingetjes die in onze catalogus staan. Hier moeten we echt installaties gaan leveren, dingen gaan leveren die passen binnen de propositie die geïndustrialiseerde bouwconcepten nodig hebben. En bij de corporaties zie je een grote belangstelling. Er zijn een hele kring van corporaties die om de stroomversnelling heen staat en de vinger opsteekt van mogen wij meekijken en mogen we meedoen. Ik hoorde gisteren weer van een grote woningbouwcorporatie die besloten heeft bij ons aan de deur te kloppen, mogen wij ook lid worden van de Vereniging Stroomversneller. En ik nodig alle corporaties uit om dat voorbeeld te volgen. Dus ik zou zeggen, neem kennis van wat er voor kansen en mogelijkheden ontstaan. Mocht je vragen hebben, meld je bij de Vereniging Stroomversnelling en wij gaan serieus met u in gesprek.
Ik zou zeggen, doe gewoon mee. Dank u wel. Dank je alleen. Doet hij het? Ja. Zou jij de volgende sheet willen doen? Voor werk gaat? Oké, okay, ja, sorry. Ik ben de sheet vergeten, sorry. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Paul Duin. Ik ben projectleider bij Woonwaarts, een van de vier woningstichtingen. En ik heb hier daadwerkelijk aan meegewerkt aan de eerste woning en het blokwoningen. Ik heb ook in Steiger gestaan. Het was heel leuk om dit mee te maken. Wat is de stroomverzelling? Wat Leen al heeft gezegd, het zijn vier bouwers en zes woningbouwverenigingen. Een van de bouwers die staat Sjoerd is BAM. En een van de woningstichtingen is Woonwaarts, waar ik dus bij werk. De renovatie van 11.000 woningen, dat is de bedoeling met die vier bouwers en zes woningenstichtingen, om dat de aankomende jaren te doen. En dat is het begin om het op gang te brengen. En dan de insteek is om naar 111.000 woningen te gaan. En dan willen we dan dat met een aantal aannemers en woningstichtingen die gaan aanhaken, wat Leen al aangaf, dat moet kunnen, denken wij. Maar dat moeten we samen doen. De woningtypen die we gaan renoveren, zijn vooral de eengezinswoningen. Die bestaan zo'n beetje 80% van de woningvoorraad. De woningtypen die we kunnen aanpakken. Zou jij het willen doen? Ja, wat Leen al had aangegeven. De huurders betalen dus niet aan de energiemaatschappij. We betalen nu aan Woonwaarts, aan de woningstichting. Dus over dit geval aan woningstichtingen. De corporaties die investeren dat geld dus in de renovaties. En de bouwers leveren duurzaam zonder energiekosten. Had Leen al een beetje verteld. Dan waarvoor kiest Woonwaarts hiervoor? Nou, dan kom ik even bij mezelf. Het financieren op de oude manier is niet meer haalbaar. Denk aan de, zeg maar, de huurdersheffing. Dat is voor ons niet prettig om het netjes te zeggen. Denk aan Vestia, hoe je omgevallen is. Dat is, ja, al met al kunnen wij eigenlijk niet meer renoveren. Op de oude manier. Waarom kiezen we maar ervoor? De woonlasten stabiliseren. Mensen betalen dus de huur. Of de, zeg maar, de... Ik word gek van het ding. Nou, blijf. Sorry. De woonlasten stabiliseren, waar ik het over had. De energiekosten zullen omhoog gaan in de toekomst, verwachten wij. En op deze manier, de kosten die de mensen nu gaan betalen aan ons als Woonwaarts, blijven gelijk. Dus de totale woonlasten kunnen we op die manier stabiliseren. Het verduurzamen van de woningvoorraad. Ja, verduurzamen, daar kom ik ook bij, hergebruik van materiaal. Het is een heel mooi podium waarvan ik kan zeggen, jongens, hoe kun je nou die woningen goed aanpakken, een goede materiaal die lang meegaan. Maar ook goed nadenken, hoe kunnen we materiaal toepassen die we kunnen hergebruiken in de toekomst. De innovatie in de bouw op gang brengen. Nou, een mooi voorbeeld ervan, dat zal Sjoerd voor zich vertellen. We passen bijvoorbeeld glas toe in de badkamers. Nou, in het begin, iedereen reageerde daar raar op. En de andere, de tegelfabrikant, had er iets, wat doe je nou? En innovatie, een voorbeeld is, Moza zegt nu ineens, hey, wat jullie doen, kunnen wij ook. Je komt mij nou met een alternatief. Dus de innovatie komt al. CO2-reductie, geen gasverbruik. Nou, dat is Mitsubishi. Hugo zal er iets over vertellen. Voor ons als Woonwaarts, geen gasverbruik. Dus ook geen gas koken meer. Dus ineens moet je inductie koken. Dat is wennen. Dat zal voor ons nog een uitdaging zijn om elke huurder daarvoor over te halen. Tot nu toe is dat gelukt. Wat is het doel van Woonwaarts? Nou, hebben we samen even over gehad. Het doel was een mooie woning. Nee, het doel is een tevreden huurder. Dat is ons doel van Woonwaarts. Een tevreden huurder die kan wonen in comfortabele, gezonde en betaalbare woning. En een woning die dus net zoveel energie opwekt als die verbruikt. Nul op de meter. Dan komt bij de ketensamenwerking. We hebben een goede, vind ik zelf, een goede samenwerking tussen de BAM, Mitsubishi en de andere ketenpartners. En wat is nou ketenpartnership, zeg maar? Dat is nadenken. Iedereen moet goed meedenken voor het beste resultaat. Dat zien wij als ketensamenwerking. Dan werken we met het programma van prestaties. Vroeger schreven wij voor, dat tegeltje moet je hebben, dat kraantje moet je hebben. Nu zeggen wij tegen de BAM als aannemer,
ik wil als voorbeeld een badkamer die 40 jaar meegaat. Meer niet. Bewonerscommunicatie, dat hebben we in dit geval geheel bij de bouw neergelegd. Dus wij als woningstichtingen gingen daar niet tussen zitten. Dat is wel wennen voor ons. En het onderhoud voor de aankomende 40 jaar ligt nu ook bij de BAM. Dus de BAM moet nu goed nadenken, wat voor materiaal pas je toe? Moet wel 40 jaar goed blijven? En tenslotte, is er al vraag naar? Dat vroegen we ons best wel af aan het begin. Nou, we hebben een wijk van ruim 200 woningen. We hebben één proto-woning gemaakt in december. We hebben in januari hebben aan de mensen van die wijk gezegd, kom kijken in de woning, wat vindt u ervan? En u mag zich opgeven, maar niemand moet. Geheel vrijwillig. En wat verbaasde ons, we hadden al heel gauw 100 aanvragen. Terwijl we maar 50 woningen gaan bouwen dit jaar. Dus is die vraag naar, ik denk dat dat duidelijk is. Het eerste blok is in ons opgeleverd. En ja, ik vind het zelf erg mooi geworden. We kunnen doorgaan. De eerste reacties van onze huurders, van de eerste 5 woningen, hebben het uitgevoerd terwijl de meesten gewoon wonen. Het was heftig. Ik ben enorm blij mee. En heftig is heel veel disciplines tegelijk. Dus veel aannemers tegelijk, veel mensen in hun woning, misschien wel te veel. Terwijl de mensen er gewoon in hun woning woonden. Het was heel druk, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. En uiteindelijk heb ik weer een mooie woning. Nou, ik vond het een mooi compliment om dat te horen. En nu komt een evaluatieperiode van aankomende maanden. We willen na de bouw vaak verder gaan. Hoe ervaren nou onze huurders deze woning? Ik ben er heel erg nieuwsgierig naar. Dit was mijn verhaal. Dank u wel. Ik heb hem alleen uitgedrukt. Ik zit nog even te twijfelen of ik deze gebruik of die. Ja, dan voel ik me weer wat meer een dominee. Mijn naam is Sjoerd Klein-Velderman, ik werk bij BAM. Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de producten die wij willen gaan inzetten voor de nul op de meter renovaties. Ik werk inmiddels 18 jaar bij BAM. Ik ben begonnen in de bestaande bouw, ik doe het nog steeds. En ik zie inmiddels nieuwbouw meer als extreme renovatie, vervangt alleen alles. Dus als, even, als je naar me luistert, dan moet je dat in je achterhoofd hebben. Toen ik begon aan de stroomstelling in september, toen ben ik min of meer opgehaald uit een regio waar ik renovatieprojecten deed. En heb ik een team samen mogen stellen met mensen die ik wel geschikt achtte om een stukje vernieuwing aan te brengen in het bedrijf. Niet dat we dat we helemaal vastgeroest zaten, maar er zaten toch best wel veel blauwe, procesmatig denkende mensen en rode mensen binnen het bedrijf die het liefst een besluit nemen dan liever sterven dan geen besluit nemen, zeg maar, dat type. Nou, die komen samen wel verder, want dan rond je heel makkelijk projecten af. Maar wil je die mensen uit hun comfortzone trekken, dan moet je ze vertellen dat je een nieuw idee hebt. Nou, dat wordt of afgehageld of procedeel om zeep geholpen. Nou, dit is een meneer die heeft mij in ieder geval geïnspireerd in het zetten van de eerste stappen. Dit is meneer Muller. Hij werkt bij, hij was oprichter van Tengu, heet dat geloof ik. Dat is een tankformule waarin je zonder dat je een kassa hebt, kunt tanken. Dus eigenlijk de eerste tankstation zonder shop heeft hij in Nederland geïntroduceerd. Nou, dat is een succes geweest. En hij heeft ooit gezegd tegen ons team, als je nou niet zeker weet of je het werkt, maar je bent wel heel erg overtuigd dat het zou kunnen, probeer het dan gewoon. Nou, zo hebben we ons proces ingericht. En zo zijn we ook nog steeds bezig. Dus elke stap die we zetten, die weten we niet 100% zeker. Dus het kan ook best zijn dat we falen. Maar goed, als je dat van tevoren weet en je spreekt met elkaar af dat je het kan corrigeren, dan is dat op zich geen punt. Nou, dan even terug naar de potentie die voor onze voeten ligt. Want Leen memoreerde er al even aan. Het is voor ons allemaal. Dit is een stukje bouwhistorie. Ik heb het niet allemaal meegemaakt. Zeg maar, vanaf deze periode ben ik wel fysiek aanwezig op deze wereld. Maar daarvoor is met meer dan 100.000 woningen per jaar onze woningvoorraad opgericht of gesticht. En al die woningen die met meer dan 100.000 per jaar na de oorlog gebouwd zijn, die liggen weer voor onze voeten. Dus even voor het beeld, dat is de potentie. Dus meer dan 100.000 woningen per jaar. En even om dat beeld compleet te maken. Ik werk bij BAM, dat is een van de grootste bouwers van Nederland. Als wij er 5.000 per jaar kunnen bolwerken, oftewel 5.000 woningen kunnen uitvoeren, nou, dan zijn we bikkeldruk. Ik voorspel dat we dat nu niet redden. Met de mensen die we nu in dienst hebben, redden we dat niet.
Nou, wat waren onze ambities toen we begonnen met de stroomversnelling? Nou, ambitie 1, daar heeft Paul ook al aangegeven, de bewoner moet het willen. Als de bewoner zegt, nou, ik ben eigenlijk niet zo heel erg blij met wat jullie hier komen doen, dan hebben we onze missie niet goed volbracht. Ambitie 2, dat is meer een persoonlijke ambitie. Ik heb me er altijd over verwonderd dat we met opleverpunten werken. Eigenlijk is dat gewoon fouten maken en in een bouwproces moet je foutloos kunnen zijn, denk ik. En we hebben met het team eigenlijk die ambitie verstevigd door te zeggen, we gaan foutloos bouwen. En daar hebben we middelen en een visie voor ontwikkeld. Nou, dit illustreert het een beetje. Natuurlijk met behulp van BIM en dan tot 8D. Maar omdat je een context hebt die altijd wisselt. Dus nou moet ik dat ding toch neer gaan leggen. Nou, laten we zeggen, een gebouw die staat nooit recht. En in de tijd dat ze gebouwd zijn, waren de bouwwerkers ook nog gewend aan een borreltje tijdens de bouw. Dus de profielen ook niet. Nou, als je dan daar iets nieuws over aanbrengt, is de context altijd wisselend. Dus je moet scannen. Dus je moet de bestaande context scannen. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Nou, ambitie 2. Dit is een beetje de wereld waar we in leven. Het stormt buiten. De bouwsector is al jarenlang aan het klagen. Ik denk dat we ons er allemaal wel een beetje zorgen om, een beetje schuldig aan hebben gemaakt. En dat heeft als reflex dat de corporaties die duiken onder water. Die wachten tot de storm voorbij is. De bouwers die ontslaan alle medewerkers die ze kunnen ontslaan. En de banken die gaan op hun geld zitten. Ofwel, dit is even een metafoor voor dat plaatje. Het stormt boven water. Daar moeten we uitzien te komen. Nou, dat is door de kansen die voor onze voeten liggen te verzilveren best mogelijk. Nou, de gekozen techniek is misschien wel interessant om iets over te vertellen. Maar als je het heel plat slaat, we isoleren de woning goed. We zijn er heel erg op gefocust dat we een gezond binnenklimaat creëren. Want we willen zeker niet een tweede Vathorst creëren. En we willen de verantwoordelijkheid voor die 40 jaar kunnen waarmaken. Dus over 40 jaar moet ik nog tegen mijn kleinkinderen kunnen zeggen, ja, fantastisch, opa heeft dit gemaakt. En de mensen die erin wonen, die wonen nog steeds heel erg blij in die woning. Nou, de praktijk. We hebben een eerste prototype gemaakt. September begonnen, december de eerste prototype eigenlijk al klaar. Nou, we hebben daar ons geconcentreerd op modulair bouwen. Dus we hebben een gevelmodule bedacht, een dakmodule en een energiemodule. Nou, die waren kant-en-klaar toen ze op de bouwplaats aankwamen. En die hebben we tegen de woning aangemaakt met het idee, nou, dan moet het in één keer erop gestekkerd worden en dan is het klaar. Dat pakte helaas iets anders uit. Maar we hebben er wel veel van geleerd. Nou, dit is het resultaat, zo ziet het eruit. Een van de dingen die we wel heel belangrijk vonden aan de voorkant was dat bewoners het wilden. Nou, dat was hier meer dan aanwezig. Dus ik denk dat Paul het wel kan onderstrepen. We hebben de bewoners uitgenodigd om na de kerstvakantie een nieuwjaarsborrel te komen drinken. Nou, we hebben mensen wel 3 keer terug zien komen. Dus eerst kwamen ze zelf kijken, vervolgens namen ze de vrouw en de kinderen mee. En daarna kwam de buurman en de ooms en tantes, die kwamen ook nog een keer mee. Dat heeft geresulteerd in een hele hoge opkomst. Extreem hoog. Hadden we nog nooit meegemaakt bij renovatieprojecten. En nou, Paul gaf het al aan. We hebben de mensen de gelegenheid geboden om zich aan te melden voor de renovatie dit jaar. En we hadden binnen een dag hadden we de aanmeldingen vol. Dus dat was een positief teken. In ieder geval een gewild product. En dat was ambitie 1. Nou, het vervolg. We hebben nu prototype 2 klaar. In prototype 2 hebben we ook gekeken wat gaat ons de komende tijd overkomen. Denk daarbij aan de solderingregels die aangepast gaan worden. Maar denk ook aan de toekomstige ontwikkeling op het gebied van techniek. Ik denk dat 50% van onze apparatuur meteen geschikt is voor DC, om eens een voorbeeld te noemen, gelijkstroom. Maar we hebben het niet in de woning. Dus we hebben het tweede prototype gezegd, we gaan de woning DC-ficeren. Dus dat wil zeggen aansluiten op gelijkstroom, want we wekken gelijkstroom op, we gebruiken gelijkstroom. Waarom zouden we überhaupt gelijkstroom nog gaan omvormen naar wisselstroom? Het is inefficiënt. Apparaten die slijten ervan. En je omvormer die tussen je PV-panelen hangt, die moet je na 15 jaar vervangen. Nou, dat kan anders. Dat hebben we geprobeerd in prototype 2. Die staat nu. En om een klein beetje ook voor te sorteren op toekomstige regels. Dus het zelfgebruiken van je energie ook te testen in deze woning. Door een accupakket in de woning te zetten, hebben we ook besloten de energiemodule te voorzien van een tijdelijke opslag. Het is een kleine opslag. Je kunt er een dag je woning mee verwarmen en je energie mee verbruiken. Maar langer als een dag niet. In de tussentijd kijken we ook wat er in de wijk mogelijk is. Dus denk aan wijkbatterijen. Of Jan-Willem gaf het al aan, het koppelen met mobiliteit. Elektrische mobiliteit. Nou, een van de dingen die wij nog wel heel spannend vinden is dit plaatje. Hoe zit ik met de tijd trouwens? Dat gaat nog goed, hè? Het is even een snel schetsje, want het zit in onze hoofden. Maar om het te kunnen vertellen heb ik een plaatje getekend.
Dit is de gemiddelde woning van Woonwaard. Dit is ongeveer ook de situatie zoals we meneer Rugwaard tegenkomen. We hebben daar dit wijsdingetje houdt op bij tv. Dat is apart. Nou, je ziet hier een hoekwoning met iemand die daar alleen woont. Dan heb je nog een tussenwoning waar mensen samen wonen. En dan heb je nog een gezinnetje, een jong gezinnetje. En dan heb je nog een familie met twee puberdochters. En dan heb je nog een senior van 80. Het is een rolstoel trouwens. Ik kon het plaatje er niet zo snel bij vinden, maar het illustreert even het rolstoel. En dit komen we dus tegen in de praktijk. En we gaan één oplossing bedenken voor al deze mensen. Nou, de mensen die zich wat meer in verdiept hebben, die weten meteen, ja, dat kan nooit. Want die drie puberdochters met elektrische verwarming, die gaan heel veel energie verbruiken door warmtapwaterverbruik. Ja, dat klopt. En deze meneer, die 10.000 kilowattuur op zijn dak heeft liggen, die gaat dat natuurlijk nooit opmaken. Ja, dat klopt ook. Nou, dat willen we oplossen door te gaan werken samen met netbeheerders aan een aansluitwaarde. Aansluitwaarde moet je ongeveer vergelijken met een... Denk erbij aan een internetabonnement. Je kiest voor een databundel. Ik woon op de grens, dus ik heb een databundel met een maximaal downloadvolume van 6 MB. Maar woon je hier ergens zeg maar in Amsterdam, dan kun je ook nog een keer 100 MB kiezen. En kun je nog een keer 50 MB kiezen. Dat kan hier dus straks ook. Je werkt op je eigen woning op. Je levert terug aan het net en aan je eigen accupakket. En aan de mobiliteits- en wijkopslag in de wijk. Dus even een vergezicht. Dus denk hier aan 2015, 2016 dat dit realiteit wordt. En je kiest vervolgens voor een bepaalde aansluitwaarde. Nou, dat werken we nu uit met energiebedrijven. En we denken, en we voorspellen dat dit wel een landing gaat krijgen. En ik vergeet er nog bij te vertellen dat het allemaal DC wordt. Met een omvormer naar AC voor de föhn en voor de stofzuiger die mensen nog in de woning hebben. Nou, het vervolg voor ons, dat is volledig overslaan naar BIM. We hebben al jaren gezegd, we gaan BIM'en. We hebben het ook al een beetje geprobeerd, onze nieuwbouwprojecten. We waren zelfs in staat om onze opdrachtgever te vragen, betaalt u extra voor een BIM-project? Nou, een beetje raar natuurlijk. Dus we hebben hier eigenlijk gezegd, ja, we willen foutloos bouwen. En dat kan maar op één manier. Dat is de woning 3D scannen. En dan met onze co-makers op die 3D scan, zowel de binnen- en de buitenkant, alle maatregelen in die foto tekenen. En dan kom je erachter of je een foutje maakt. Nou, we hebben dit geprobeerd in Soesterberg, dus prototype 2 hebben we op deze manier geprobeerd. De elementen, even om een indicatie te geven wat dat voor een effect heeft in de bouw, in de uitvoering. Deze twee elementen, we hebben het getimed in 1 minuut 18, dus 1 minuut en 18 seconden stond zo'n element. Dat werd gewoon, dat paste meteen, zonder aanpassing, op de millimeter. Dus het helpt ons om die stap richting foutloos bouwen te zetten. Nou, de volgende stap is, dat ging natuurlijk ook falikant mis bij element 2, want er waren twee woningen naast elkaar, oftewel 8 elementen te plaatsen. Element 2 die werd in de kraan gehesen en daar stond wel een sticker op, woning 1, element 2, maar dat was van de achterkant. Dus dat element hing ervoor, dat paste natuurlijk niet. Nou, onze primaire reactie in de bouw is, ja, dat passen we wel even aan. Even een dagkantje aanpassen en klaar. Nou, als je dat gaat tellen, wat er in de uitvoering dus misgaat, dat is maar zo een uurtje of twee wat je aan arbeid kwijtraakt. Plus een kraan die een half uur staat te stuntelen met een element in de touwen. Dus dat kost je zo €200. Het wordt nergens geregistreerd, maar we accepteren het al jaren. Dus onze volgende stap is, en dat hebben we getest met zo'n bril, is dat de vakman, of het nou een Pool is uit Bulgarije of een Duitser uit Zuid-Litouwen, hij moet altijd weten wat hij gaat maken. Nou, dat kan doordat wij alles virtueel ontwerpen en dus ook via zo'n bril vorm uit kunnen spiegelen. Dus als hij het element aanpikt, dan ziet hij meteen dat het verkeerde element is. Nou, met Hilti zijn we een ontwikkeling door aan het gaan dat dit apparaat ook precies het gaatje boort op de plek waar hij moet boren. Dus hij gaat überhaupt niet eens aan als hij een millimeter of vijf te hoog zit. En dat zijn stappen die we niet hadden gezet als we niet verantwoordelijk waren geweest voor de eindkwaliteit van het product wat we op moeten leveren. Yes. Nou, uiteindelijk, maar dit is meer een ver weg gezicht. In feite moeten we het Colosseum kunnen scannen, 3D moeten kunnen printen en op de gevels van de woningen die in de jaren 50, 60 gebouwd zijn kunnen monteren. Ik bedoel, de sky is op dat punt de limit en ik denk dat die toekomst niet heel ver voor ons uit ligt. Dus dit moet gewoon kunnen. Nou, prototype 3 staat daarbij, maar dit is prototype 1. Prototype 2, die hebben we nu gemaakt. Prototype 3, we gaan nu voor de galerijflat. Hij is 2 hoog. Ik kon er niks aan doen, maar in Arnhem zijn ze niet altijd even hoog. Die gaan we nu aanpakken en we zijn erachter dat de woning op tot 10 hoog 0 op de meter kan worden op woningniveau. Dus er hoeft helemaal geen windmolen naast, geen pv-panelen aan.
Nou, prototype 4 die gaan we in Emmen maken. Dat is voor Levier, een van de andere corporaties. Ik herken dit plaatje niet. Ik geef de microfoon over. Dat was mijn verhaal. Dankjewel, Sjoerd. Ik ben Hugo Jansen. Ik werk voor Mitsubishi Electric. Bekend van de klimaatsystemen, de grote luchtwarmtepompklimaatsystemen. Onder andere voor hotels, utiliteitsgebouwen. Maar inmiddels ook hebben wij een luchtwaterwarmtepompsysteem voor de woningbouw. Nou, vanuit de BAM ben ik een gegeven moment gebeld met de vraag of wij een passend systeem, een passende oplossing hadden voor deze woningen. Voor deze nul op de meter woningen zoals die net gepresenteerd zijn in Heerhugowaard. Nou, die hebben we. Om even bij het begin te beginnen. De vraag eigenlijk van, we moeten naar een energie-neutrale woning. Nou, hoe maken we nou zo'n woning energie-neutraal? Nou, allereerst het idee omdat het verwarmen van de woning en het warm tapwater, nou, misschien ook wel het koelen, om dat helemaal elektrisch te doen. Want elektriciteit kun je op een duurzame manier opwekken met PV-panelen of zon of windturbines. Nou, in dit geval natuurlijk met PV-panelen. Nou, op het moment dat je dat één op één elektrisch zou doen, dan zou je ontzettend veel elektriciteit nodig hebben. Oftewel ontzettend veel PV-panelen of je eigen windmolen in de tuin om dat voor elkaar te krijgen. Dus we hebben nog een andere energiebron nodig. Nou, daarvoor heeft Mitsubishi Electric de lucht-water-warmtepomp installatie. Bestaat uit een buitenunit en een binnenunit. Buitenunit vergelijkbaar met de unit zoals je die ook wel ziet van een airconditioning systeem. Alleen werkt deze op een omgekeerde manier. Het systeem werkt zo dat je er eigenlijk bij wijze van spreken 1 kilowatt insteekt. Het systeem gaat werken, vervolgens 3 kilowatt uit de buitenlucht onttrekt. Nou, samen is dat 4 kilowatt die je binnen in de woning kan afgeven aan je verwarming en je warm tapwater en eventueel het koelen van de woning. Nou, hoor ik jullie denken, maar wat dan als het winter is, werkt dat dan nog steeds? Ja, dan werkt het systeem nog steeds, want zo'n systeem kan ook nog werken tot hele lage temperaturen. Zelfs tot min 25 blijven de Mitsubishi Electric units nog steeds draaien. Dus voor het hele jaar, en daarmee heb je dus geen andere energiebron meer nodig. En het mooie is dat je een rendement op elektriciteit hebt van rond de 400-500%. Dus dat houdt in dat je eigenlijk nog maar heel weinig elektriciteit nodig hebt om je woning te verwarmen en verwarmd tapwater te voorzien. Nou, dat kleine beetje elektriciteit zou je Pardon. Dat hele kleine beetje elektriciteit wat je nog nodig hebt, zou je kunnen opwekken met PV-panelen. Nou, het ideale is dat je nog met het systeem dus nog tot hele lage buitentemperaturen kunt verwarmen. Daarnaast heb je geen gas meer nodig, dus ook geen gasinfra meer nodig. En je hebt ook geen bronnen nodig. Normaal, iedereen die denkt meestal bij eerste instantie bij een warmtepompsysteem aan een systeem met bodembronnen. Dit systeem haalt zijn energie uit de buitenlucht. Dus is vrij flexibel en goedkoper toe te passen dan een systeem waarbij je nog de grond in gaat met bodemlussen. Nou, en op dat moment zijn er grote rendementen te mogelijk, ook met een luchtwaterwarmtepomp, die zelfs kunnen oplopen tot gemiddeld tussen de 400-500% op jaarbasis. Nou, wat hebben wij toegepast in deze woning voor de BAM? Een installatie die bestaat uit een buitenunit, aangesloten op een binnenunit, waarin een 200 liter boilervat is ingebouwd. Je zult met dit systeem altijd je energie moeten bufferen, zeker voor je warm tapwater. En daarom hebben wij een boilervat ingebouwd in de unit, om de unit heel compact te maken. Het zijn kleinere woningen, geen grote vrijstaande woningen. Dus je hebt beperkte ruimte voor de installaties. Nou, hebben ze ervoor gekozen naar deze woning. Nou, ze hebben allereerst natuurlijk de woning ingepakt in een grote T-muts. En daarmee dus eigenlijk het energieverlies beperkt. Nou, vervolgens hebben ze het bestaande leidingwerk in de woning gehandhaafd. Maar de radiatoren die voldeden niet. Want met een warmtepomp werkt eigenlijk alleen
met een laagtemperatuur afgiftesysteem. Dus niet met je oude radiatoren waar 70 graden doorheen gaat. Maar je zult met een lage temperatuur moeten gaan werken van rond de 35 graden. Alleen dan zijn die rendementen met zo'n warmtepomp haalbaar. Nou, daarom hebben ze hier het bestaande leidingwerk laten zitten, maar de radiatoren vervangen door laagtemperatuur convectoren. Die eigenlijk met kleine ventilatoren in de radiator, om het zo maar te zeggen, toch met een lage temperatuur de verwarming kunnen leveren voor zo'n woning. Daarnaast is zo'n woning heeft eigenlijk nog maar een warmteverlies van maximaal 3,5-4 kilowatt. Wat eigenlijk ontzettend weinig is. Eigenlijk zou je met een paar feuns en een broodrooster de woning ongeveer al kunnen verwarmen. Nou, dus daarom kun je met een relatief kleine warmtepomp zou je de woning ook kunnen verwarmen. Nu heeft de BAM ervoor gekozen om een aparte installatiekast te maken die eigenlijk buiten de woning staat. Dat zie je op het linkerplaatje. Die installatiekast in eerste instantie van hout gemaakt. Nou, inmiddels wordt die installatiekast al van polyester gemaakt, eigenlijk in een mal, zodat je makkelijk op kan schalen en veel van dit soort kasten in één keer kan maken, helemaal op maat. Nou, daar zit niet alleen de binnenunit ingebouwd, die cilinderunit, maar ook de buitenunit is ingebouwd in die kast, zodat die kast eigenlijk op een andere locatie in één keer gemaakt kan worden en in één keer op de bouwplaats achter in de tuin aan de woning vastgezet kan worden. En eigenlijk dus die cv-ketel gaat vervangen. Daarnaast zit er behalve de luchtwaterwarmtepomp zit er ook de WTW-installatie in de unit ingewerkt. En ook de PV-omvormer. En op die manier heb je eigenlijk een heel compacte systeem buiten de woning, wat nog een ander voordeel heeft. De systemen zullen gemonitord worden. Dat is ook nodig. We moeten kijken of we kunnen bewijzen natuurlijk van wat het rendement is. Of we de beloofde rendementen gaan halen. Daarnaast wat belangrijk is ook aan het monitoren, is dat je de eindgebruiker zou kunnen stimuleren om energiezuinig met de woning om te gaan. Door de eindgebruiker zelf te laten inloggen op hun eigen site, hun eigen installatie, waar ze real-time de COP's, de rendementen van de installatie, kunnen volgen. En eigenlijk ook zien op momenten wanneer ze, dat ze merken als ze vaker ramen open laten staan, dat een warmtepomp waarschijnlijk harder moet werken. Daarnaast kan het ook een controlemiddel zijn van de ontwikkelaar. En ook voor de installateur. De installateur, de systemen zijn, zo'n monitorsysteem is inmiddels zover dat een installateur een seintje kan krijgen op het moment dat er een temperatuur niet klopt, dat er de navelwarmer te lang aanstaat of dat de WTW het niet doet. Nou, en dan eigenlijk nog voordat de eindgebruiker doorheeft dat er in de woning iets mis is, gaat er al een seintje naar een installateur die op dat moment eigenlijk naar de woning toe kan. Nou, de bewoner hoeft niet thuis te zijn, want de installateur heeft zelf de sleutel van die installatiekast. Kan daarin, kan de installatie eventueel aanpassen waar nodig, de instelling veranderen, repareren. En nog voordat de eindgebruiker doorheeft dat er iets mis is, is eigenlijk het probleem al opgelost als dat er is. Nou, daarnaast daagt de BAM ons op een aantal punten nog verder uit. Zo is er bijvoorbeeld, moeten wij ook als leverancier onze verantwoordelijkheid nemen? Sorry. Nog 3 minuten, dat gaat wel goed. Er is ons gevraagd om ook onze verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen maar het systeem te leveren, maar ook, er is ons ook gevraagd, en wat kunnen jullie ons bieden in het onderhoud van van de installatie? En garantie op rendement. Nou, en op die manier zullen wij ook op een andere manier moeten gaan denken en op een eigenlijk veel logische manier moeten gaan meedenken als in het bouwteam over ook dit soort installaties. Dat was het einde van ons verhaal. Dank u wel voor uw aandacht. Ik weet niet of er nog vragen zijn vanuit de zaal. Ik zie dat jullie oplossing vooral zich richt op grondgebonden woningen. Maar hoe doe je dat met galerijbouw? Want daar is de BAM wel al mee bezig. Maar hoe zijn jullie daar ook al mee bezig? Ja, daar zijn wij ook mee bezig. Ook eigenlijk zou je dat op eenzelfde concept kunnen aanvliegen. Alleen dan zou je het systeem centraler kunnen maken. Je kunt van die buitenunits heb je ook in veel grotere modellen. Die kun je in cascade aan elkaar
knopen, zoals ze dat dan noemen. En op die manier kun je grotere vermogens leveren en ook voor bijvoorbeeld een heel woningbouwcomplex warm water en warm cv-water en warm tapwater kunnen leveren. Voor mij is de vraag of het systeem rendabel is als je uitgaat van een laag temperatuursysteem. Je hebt bestaande radiatoren, daar moet je iets voor vervangen. Die convectoren is voor mij een nieuwe ontwikkeling. Maar is dat niet dermate duur dat je per saldo toch minder snel terugverdient? En zijn die convectoren ook de enige manier om tot een laag temperatuurverwarming te komen? Ja, je hebt natuurlijk ook vloerverwarming en zo. Maar... De standaard is meestal toch wel het vloerverwarmingsprincipe wat wordt toegepast. Nou, in dit geval is er gekozen voor een lucht... misschien dat jij het beter kwijt. We maken voor elke... Ook voor dit soort dingen een LCA-analyse. Dus we kijken naar de levenskosten voor de verlengde levensduur. We hebben in Heerhugowaard nu gekeken naar wat gebeurt er nu als we de bestaande radiatoren hergebruiken. Ook om de overlast binnen te beperken, maar ook gewoon omdat het zonde is om iets wat goed is en wat nog 40 jaar mee kan te vervangen. Er zit een nadeel aan. Het werd net al aangehaald, de rendementen gaan omlaag. Maar dat kun je tegen elkaar afwegen en kijken wat het beste uitpakt op financieel punt. Maar in Soesterberg, ons tweede prototype, daar was een van de meest gehoorde klachten dat er geluidoverlast werd ondervonden tussen de bewoners, dus tussen de twee woningen. Dat was echt, en op dit moment gaan er nog veel meer mensen dood aan buurruzie dan aan een slecht geïsoleerde woning. Dus zeker wanneer we hem goed gaan isoleren, dan wordt dat alleen maar versterkt. Dus we hebben gekeken naar een wandverwarmingssysteem, lage temperatuur. En dat is een combinatie tussen geluidswering en afgifte. En dat werkt fantastisch. Bewoners vinden dat geweldig. Alleen je moet het niet, dat is wel de les uit eerdere projecten. Je moet niet zeggen tegen mensen, dit is fantastisch. Maar wat is je probleem? En als we dat probleem oplossen, heb je daar wat voor over. En dat is in dit geval gewoon een stukje extra overlast. Want je bent er een halve dag met druk om zo'n wand erin te sleutelen. En hij moet opnieuw behangen worden. Ja, dat vinden mensen niet leuk als het moet. Maar wel als ze iets ervoor terugkrijgen. En dat is een woning waar ze de buurman niet meer horen. Dus dat is een beetje de afweging. Het is subjectief en objectief. Een beetje antwoord op de vraag, want ik ga wel heel veel vertellen. Maar... Hoe ligt het met de risico's voor de energieprijsontwikkeling? Want je praat lekker over de contante waarde van de energieprijzen die de bewoners betalen. Maar die energieprijzen die zijn politiek gestuurd. Dat lijkt me het grootst mogelijke risico wat je aan kunt. En wie draagt dat? En wie draagt dat? Maar ik probeer uw vraag even goed te begrijpen. U zegt, stel je voor dat de energieprijzen niet stijgen. Wat is er dan aan de hand? Of wel stijgen? Of te veel stijgen? Nou, even voor het beeld. Wat wij natuurlijk doen is, we kijken naar wat de mensen nu voor een energierekening hebben. Daarvan zeggen we, die stijgt niet meer. Dus wanneer de energieprijzen gaan zakken, dan hebben we een ding. Dus stel je voor dat Poetin zegt, nou hier fantastisch, al het gas is gratis. En de Nederlandse overheid zegt, nou CO2, we gaan daar gewoon lekker makkelijk mee om. We jassen nog een paar kolencentrales de grond uit. Ja, dan hebben we een probleem. Dat kan ik niet onderkennen. Of ontkennen. Maar we speculeren niet, dus even om dat duidelijk te maken, we speculeren niet op energieprijsstijging. En dat is in het verleden natuurlijk wel eens gebeurd. Ja, en dat gaat mis. Dus wanneer echt substantieel belastingverlagingen doorgevoerd worden op energie, ja, dan moeten we naar de bewoners toe om uit te leggen dat ze een probleem hebben. Alleen we voorspellen we verwachten niet dat dat heel erg snel gaat gebeuren. We nemen er wel een voorziening in mee. We zorgen wel dat we een spaarpotje opbouwen mocht dat moment aanbreken dat er een energiedaling substantieel doorgevoerd wordt. Ja, dan moeten we een spaarpot voor opbouwen. Antwoord op de vraag? Nou, de andere kant is geen risico. Even voor het beeld, ik heb een energie-neutraal huis. Ik heb geen energierekening. Nou, ik heb me de afgelopen 10 jaar kapot gelachen. En ik hoop echt dat de energieprijzen keihard stijgen. Want des te harder kan ik lachen. En des te beter dit verhaal uit de verf komt. Maar goed, dat is persoonlijk, hè, wat ik nu zeg. Doe dit. Ja, dat gaat wel goed zo hoor. Ja.
Jullie hebben hier een concept dat heel erg is gericht op energiebesparing, echt energie-neutrale woningen. Duurzaamheid is beter dan, is breder dan alleen energie. Houden jullie ook al rekening met bijvoorbeeld biobased bouwen? En houden jullie rekening nog iets anders? Het zijn bijna allemaal rijtjeshuizen, de oude rijtjeshuizen die jullie gaan aanpakken. Dat zijn dé plekken voor gewoon simpele soorten als een vleermuis of een huismus. Om een plekje te zoeken voor een nest. Wordt daar rekening mee gehouden? Pak jij de vraag 2 of allebei, Leen? Vraag 2. Jammer. Want daar hebben we namelijk een leuke oplossing voor. Even vraag 1 is, kijk je ook naar ecologische aspecten van materialen die jullie gebruiken? Nou, het antwoord is nee. Bij het maken van de prototypes kijken we wel heel erg naar hoe kunnen we deze producten nu straks vervangen voor ecologisch verantwoorde producten. Alleen ik heb wel gemerkt, als je het allebei meteen wil beetpakken en op wil lossen, dan struikelen we met z'n allen. Dus we hebben de eerste lat een gewild product. En we kijken simultaan aan het proces. En daar heeft Paul ook bijvoorbeeld een hele dominante rol in. Van ja, maar wat nu als je deze isolatie vervangt voor een isolatie die je straks weer terug kan hangen aan het schaap, zeg maar. Dat niveau. Ik maak er een grapje van, maar ik meen het serieus. Ik heb bij voorkeur geen materialen die we niet uit de woning kunnen halen en die we niet meer ergens anders kunnen gebruiken. Een voorbeeld, PUR, dat is iets wat alles aan elkaar plakt. Dus onder de vloer of in de spouw kun je straks niet meer recyclen. Plus er zit een stigma omheen. Nou, dat zijn producten die we niet toepassen bij, dat zijn de producten die je zeker niet wil toepassen bij dit soort renovaties. Nou, vraag 2 is, hoe ga je om met flora en fauna dingen? We zijn ons hartstikke bewust van de situatie dat er mussen en vleermuizen in dit soort wijken wonen en leven. En naast dat het een groot probleem is, even het als probleem schetsen, want ons project wordt gewoon een jaar opgeschoven als we daar geen mitigerende voorzieningen voor treffen. Nou, zijn we met het ministerie in gesprek. Hoe kunnen we nou voor zorgen dat we al onze stroomverstellingswoningen voorsorteren op een fantastische leefomgeving van dat soort, ik noem het maar even beesten. Maar in onze energiemodule zitten bijvoorbeeld voorzieningen voor de vleermuis, maar ook voor de huismus. En in onze gevelementen zitten er invliegopeningen om daar in ieder geval een plek weer terug te kunnen vinden. Alleen je zit nu in een overgangsfase, want je gaat woningen aanpakken waar je niet al voorzieningen hebt getroffen dat die dieren daar een huishouding gaan bedrijven. Dat is een overgangsfase en dat is dit jaar en daarna is het alleen maar beter. Ja, ik vond een... Mag ik even aanvullen? Meneer? Sorry. Mag ik even aanvullen op uw vraag? Ik vond het een hele mooie vraag. Wij werken met het programma van prestaties. Een van de prestaties was uw vraag. Van denk om de flora en fauna. En met deze eerste woning hebben we dat niet gedaan. Want dat is, je gaat het zoeken. Maar het is een hele goede vraag. En wij gaan de bam. Joh, denk erover na. En het hergebruik van materiaal waar ik over heb aangekaart. Elk materiaal wat we nu gaan toepassen. En nu in de toekomst. Hoe kunnen we in de toekomst dat materiaal gaan hergebruiken? En dat is, vinden wij heel belangrijk vanuit Woonwaard. En ook vanuit de wereld. Dus dank u wel voor uw mooie vraag. Dus waren er nog andere vragen? Ik zie geen vingers op. Ik zie daar nog een meneer. In de projecten die u allemaal net schetst, is daar ook de exploitatiemodellen, zijn die meegenomen op 30 of op 40 jaar? We beginnen op 40 jaar. We hebben voor Woonwaard bijvoorbeeld ook een scenario gemaakt voor 50 jaar. En we hebben de lat ook gelegd op 25 jaar. Al vind ik dat zelf wat raar dat je een ingreep als dit na 25 jaar wil ontmantelen. Maar de exploitatiemodellen zijn ingericht op 25, 40 en 50 jaar. En 40 jaar is even de principeafspraak vanuit de stroomverstelling. Maar houdt u dan ook rekening met de technische levensduur van de producten die in de systemen gebruikt worden? Ja, een van onze motieven om bijvoorbeeld over te schakelen naar DC is dat de warmtepomp wat langer meegaat. Dus het antwoord is ja. Maar dat brengt ons wel op een heel lastig spel. Want we hebben natuurlijk best wel wat mensen in dienst die gedreven door stichtingskosten een rubbertje wat 100 euro duurder is. Waardoor de drielaars glas 15 jaar langer meegaat. Uit de technische omschrijving schrappen. Omdat ze daarmee 100 euro besparing hebben gehaald. Dus het is een beetje een weg waar we doorheen moeten.
om ook daadwerkelijk in total cost of ownership te denken en te doen en te handelen. En ook alle exploitatiemiddelen daarop in te richten. Nou, we hebben het geluk dat we er wat ervaring bij hebben als bedrijf. Dus kijk naar BAM Breed. Een bedrijf wat ook wat exploitaties in de orderportefeuille heeft. Denk erbij aan de A12. Ja, daar is heel stevig nagedacht over wat doet de techniek in de komende tijd. Nou, die ervaring die hebben we ook ingeploegd in onze nul op de meter woningen. En dat is een wonderlijk spel, want je komt dingen tegen waar je niet op gerekend had toen je eraan begon. Dus even voor het beeld, een ledlamp gaat 10 keer langer mee als je hem op DC laat branden. Dus voor thuis, besparing van factor 10. Ja, om erop in te haken moet natuurlijk zo'n luchtwaterwarmtepomp dan ook DC worden. Dus daar zijn we ook mee aan het kijken of dat, wat de mogelijkheden daarvoor zijn. En of inderdaad zo'n levensduur dan langer wordt. Normaal gesproken denken we bij zo'n systeem aan 15 tot 20 jaar dat het mee moet gaan. Maar misschien wel met hele goede monitoring zou dat langer kunnen. En hoeveel zou je willen vervangen daaraan? Maar een uiterste zal nog altijd wel, denk ik, ongeveer bij de 20 jaar liggen. En dan zul je, ongeacht wat er aan de hand is, zul je dan waarschijnlijk toch een nieuwe installatie moeten installeren. Maar dat wil je tegen die tijd waarschijnlijk ook. Want dan is zo'n luchtwaterwarmtepomp alweer achterhaald. En zijn er nieuwe technieken, of dat dan een warmtepomp is of iets anders, zijn waarschijnlijk voor eenzelfde investering ook weer te verkrijgen om weer die volgende 20 jaar in te gaan. Als er verder geen andere vragen meer zijn, dan wil ik u hartelijk bedanken voor uw komst. En wens ik u nog een fijne beursdag.